Jones. Screen van Schaftenaar. Jones ruimte gekregen. En moet je hem niet geven. De eerste shot van de match voor TJ Jones. Gooit hij meteen binnen. De bal gaat goed rond. Extra pass. En nu wel Le Swiss met een goede close-out. Zit goed verdedigd van Le Swiss. Maar betere aanval. Hand in the face. En Jones gooit de driepunter toch binnen. En hier nog eens. Ja. Maar geen score. Delalieu. Snelle driepunter aan de overkant. Voorkant van de ring. Rebound voor Roeland Schaftenaar, de captain van Leiden. Snelle creatie van Ververs. Oh, mooi gedaan. Eurostep van Marijn Ververs en Roman Penn. Dit is wel heel licht gefloten. Ja, zalig, hè. Gardner. Zoeken naar de open man. Ververs. Ververs, de spin move, mooi gedaan. De scoop en one. Marijn Ververs. En met de linkerhand dan nog. Daar die op het gaspedaal duwen. Bij Leiden is het meer halfcourt nu wel snel shot. En dan kunnen ze weer gaan lopen. En Le Swiss naar de overkant. Ja. Voorsprong voor United. Zijn slim gezien. Wissel bij Limburg United. Roman Penn naar de kant. En Clifford Hammonds erop. En Penn die had daar geen zin in. Voorlopig. Gardner. De enkel breaker van Gardner en de slam. Dit is een moeilijke matchup voor Van Onsen. En nog eens naar Schaftenaar. Ja, Schaftenaar voelt dat ook mooi gespeeld. Ja, en dat give and go. Zij doen dat heel goed, hè, die twee samen. Gebruiken. Ja. En dit is uitstekend gespeeld. En de driepuntkracht. Hè. 4 seconden nog op de shotklok. Nog eens naar Schaftenaar. En Schaftenaar met die zachte touch die hij toch altijd heeft. Zonder succes. Jones. Meteen nog eens aanleggen. Jones, dat is een derde. Dat is makkelijk, ja. En, deze eerste helft, deze hebben 2 vervangingsmogelijkheden op dit moment. Dat is het, hè. Gardner. Gardner sterk naar de ring. En dan maakt hij het zichzelf moeilijk, maar die bal die gaat er wel nog in. 9 seconden verschil tussen de wedstrijdklok en de shotklok. Serron doet het alleen. Serron, de jumper, die rolt eruit, maar binnengetikt. Geen probleem, hè. Die bal was ook uit de cilinder sowieso. Ja. Kijk, nog eens kijken. Gebruikt dat screen niet en al moeilijke bal. Goed opgepikt, zij ze snit mee. En dan kunnen ze gaan lopen bij Limburg. Penn erdoor en de lay-up voor Roman Penn. Ja. Limburg is tot op 1 punt genaderd. Goed gespeeld. En Spratly die wil ook eens een call meekrijgen. Jones naar de ring en Jones doet het dan maar alleen. Goeie help defense van Jones, double teaming. En dan komt die bal uiteindelijk toch nog bij Penn terecht. Zero ja. Met de score. Limburg United. Vooral met het gebrek aan calls. Ja. Daarbij denk ik. Ja. Tweede fout van Leemans. Jones. Fadeaway van Jones en gooit die binnen. Goeie eerste helft aan het spelen. Zal ik zeggen. Het is niet dat we Swiss niet aan het verdedigen. Nee, helemaal niet. En daar is Jones opnieuw. De steal, Jones naar de ring en de score van. En goed afgewerkt. Kijk, dit soort balverlies, ja, je hebt natuurlijk de punten. Goed geanticipeerd. Ja hoor. Leemans. Naar de ring, Leemans. Goeie drive, score en one. Deze eerste helft zeer goed doet. Ze vechten zichzelf terug in de wedstrijd, niet door dat. Bouwknecht. Goeie pas van Bouwknecht. Uitstekend gedaan van Bree. Open driepunter. Ja, dat moet je hem niet geven, hè, Luc van Bree. Met Bouwknecht, laatste minuut van de eerste helft is bezig. Kruithof, Schaftenaar. Mooi meegegeven. Kruithof, de lay-up. Uitstekende passing. Tussen de shotklok en de wedstrijdklok. Jones. Jones nadering. Jones, Eurostep. Jones met de lay-up. En daar is het verschil van 9 punten. Penn, Kael, Delalieu, Serron die mag starten in de tweede helft. En Seyssens die ook in de basis staat. Van Bree de jumper en gooit hij natuurlijk binnen. Ververs tweemansspel, maar dat vindt hij zo goed. Oh, mooi gespeeld en dan de slam dunk. Fantastische basket hier van Leiden. En, Leiden leidt. Ja, maar dat is het nu als coach ook wel eventjes hopen dat dit tenminste een paar puntjes terug bijbrengt. Hè. Van Aunsum, de jumper van Aunsum is te kort.
En dan de aanvallende rebound. Gelukkig Wout Leeman. Jones over die screens. De jumper, rebound voor Lambo. Ah, goeie pas hoor. Huppla. Le Swiss en helemaal zesto. Open. En time-out. Meteen de time-out. Ja. Defense is zoveel agressiever. Dit is goed gedaan. Oh, Jones mooi, onderdoor. Hoor. En twee punten erbij voor TJ Jones. Ze zoeken voor Limburg United om een degelijke aanval op poot te zetten. Hammond, dat is een wanhoopspoging, maar gaat er wel in. Ja. Cliff Hammond. Geen bewustzijn op het veld. Het is wel goed gedaan van Gilthay. Ja, het is heel goed gedaan. Gaat hij er maar in, Duncan. En de slam. Voilà. Oscar Gilthay. Hammond, laatste minuut van het derde kwart nadert. Hammond tegen Kruithof. Hammond vastgezet. Bal naar Doek, wat een pas. Wat een pas naar Lambo en die gooit de drie punten binnen. Hij zegt het zelf, hè. Het is vooral wat Limburg hier een beetje mist vandaag. Dat is dat screen en naar de ring rollen heel agressief van dat we gewoon zijn van Osunje. Vastgezet door Pauwknecht. Ben. En dan toch Serrault vindt de goede handen van Jones. Serrault onderdoor. Betere handen van Kant en Serrault. Ja. Villarieu. Ja. Seysens wil die bal onmiddellijk krijgen. Fade away van Seysens. Oh. En de buzzer gooit die binnen. Hij verdeelt het spel als hij op het terrein staat vandaag. Ververs. Ja. Ververs vastgezet. Schaftenaar, drie punter. Ja, Schaftenaar, hoor. Hij kan dat. Ik vind persoonlijk, Dennis, dat de arbitrage meer dan correct is vandaag. Zeker in de tweede helft. In de eerste, daar was het... Wel, Van Bree opnieuw de driepunter binnengooit. Ververs. Van Bree. Tegen Delalieu. Jones erover. Driepunter, oh, Jones. Bellen en Van der Bolen. Ja, de fout die wordt gemaakt op de screener. Van Bree. Schaftenaar, die wacht. En Gilthay. Die draait even rond zijn as en dan komt de klasse weer boven. Ja, indrukwekkend is misschien niet het woord, maar ja, hoe hij gewoon rustig blijft. En... Misser en weer een aanvallende rebound. Dat is helemaal de doodsteek. Ja, tuurlijk. Dat kun je niet maken. Hè. Twee aanvallende rebounds en nog een assist erbij. En opnieuw een backdoor. Oei, ja, Jones gaat daar net in de dubbelteamzone gaan dribbelen. Dat is nu net wat je als speler niet wil doen. En die bal is dan voor Limburg United. Ja, ja. Dat is een heel rommelig einde. Ja. Keel, paar fakes, goede fakes en de driepunter, die valt nog binnen. Hammond nog voor de statistieken en het levert niks op. Eindstand 66-75, Leiden komt winnen.